gaan we niet op bezoek bij mijn opa en oma. Hun huis is verderop. Laten we deze kant op blijven lopen. Je bent aangekomen bij de speelgroep. Hier kun je leren en spelen met Peppa en haar kameraadjes. Hallo allemaal, dit is mijn nieuwe kameraadje. Hallo! Praktik! Die hangt vast mooi aan Peppa's muur. Wauw, jij bent echt heel goed. Drie, twee, één. Praktik. Nu gaan we van groot naar klein. Twee, één, drie. Nu zit alles door elkaar. Probeer het nog eens. Eén, twee, drie. Dit gaat van klein naar groot. Heel goed. Kinderen, vandaag is een heel speciale dag. Weten jullie welke dag het is? Is het je verjaardag? Nee, het is niet mijn verjaardag, Enkie. Wil iemand anders raden? Jij misschien? Goed geraden, vandaag is het sportdag. Wauw! Wat is sportdag? Sportdag is heel belangrijk. We gaan vandaag allemaal sporten, zodat wij fit en gezond blijven. Kom mee naar de atletiekbaan. Oeh! Oké, kinderen. Jullie mogen rennen op mijn teken. 3, 2, 1, nu! Kom op, kinderen! Heel goed, Peppa. En je kameraadje is erg snel. En nu de eindsprint, kinderen. Jullie zijn bijna bij de finish. Gefinished! Gefeliciteerd! Heel goed gedaan, allemaal! Jullie hebben allemaal een trofee verdiend vandaag. Vinden jullie niet, Peppa? Suzy? Pedro? En jij ook, natuurlijk. Praktik! Hopelijk hebben wij allemaal iets geleerd vandaag over het belang van sport. Maar mogen we ook nog hardlopen als het geen sportdag is? Oh, natuurlijk! Rennen mag altijd. Rennen is leuk! Wee! Wee!
zandkasteel maken. Doe eerst zand in je emmer. Draai je emmer om en til hem dan op. Tada! En nu kun je het omver gooien. Ik hou van zandkastelen. Hallo tegen ons. Hallo meneer Boom. Bomen zeggen geen hallo, gekkie. Het is Sibbe de schildpad. Sibbe de schildpad? Wat doet hij nou in die boom? We moeten hem eruit krijgen. Dokter Hamster maakt zich vast veel zorgen. Ja, maar hoe doen we dat dan? Het is toch veel te hoog? Laten we mevrouw Gazelle halen. Zij weet wat we moeten doen. Mevrouw Gazelle heeft vast wel een oplossing om Sibbe de schildpad uit de boom te krijgen. Zoek haar in het klaslokaal. Mevrouw Gazelle! Sibbe de schildpad zit vast in de boom. Oh, no! Arme Sibbe! Wij moeten iets doen. Au revoir, Sibbe. Jij staat binnen de kortste keren weer beneden. Oh, onmogelijk. Het is te hoog voor mij. Peppa, waarom zoeken jij en je kameraadje geen ladder voor me? Zodat ik in de boom kan klimmen om Sibbe te... Er staat een ladder buiten bij de speelgroep. Help Peppa de ladder te vinden, zodat mevrouw Gazelle Sibbe naar beneden kan halen. Deze kant op. Hier is hij. Dit is de ladder waar mevrouw Gazelle het over had. Jullie hebben hem gevonden. Wat goed. Oh, daar ben je, Sibbe. Kom maar, dan gaan we samen naar beneden. Zo dan, Sibbe. Geen geklim meer vandaag. Hoera! Ik bel dokter Amster wel om te zeggen dat Sibbe is gered. Bedankt allemaal. Jullie waren echt geweldig. Laten wij ervoor zorgen dat Sibbe niet weer omhoog klimt. Sibbe? Is hij weer weg? Oh, Sibbe. Goed gedaan. Sibbe is gelukkig weer veilig en iedereen is blij. Museum. Laten we... Wauw, dat ziet er echt oud uit. Dinosaurus! Niet zo oud, George. Dinosaurus? Oeh, het ziet er erg mooi uit. Ik denk dat ik een geweldige koningin zou zijn. Ik zou de hele dag blijven zitten en zoveel ijsjes eten als ik wil.
Het lijkt erop dat jij en Peppa nu koninklijk zijn en alles kunnen krijgen wat jullie hartje begeert. Kan ik u ergens mee van dienst zijn, uwe majesteit? Ja, we willen ijsjes, alstublieft. Natuurlijk, koningin Peppa. Dit ijs is heerlijk. Meer alstublieft. Koningin zijn is superleuk. Oh, jij zou vast een geweldige koningin zijn, Peppa. George, een echte dinosaurus. Eentje die heel lang geleden heeft geleefd. Dinosaurus. Oh nee! We moeten ontsnappen aan dinosaurus George. Rennen! Oh nee! Ben jij er nog bij, George? Dinosaurus! Zo te zien heeft George zijn favoriete ruimte gevonden. Wat is dit? Ah, welkom, welkom. Zijn jullie hier om het te vergezellen op de reis naar de maan? Tap in de rakettrein. Meneer Konijn is de reisleider. Hij weet veel over het heelal. Gaan we echt naar de maan toe? Nee, Peppa. We doen maar alsof. Dat klopt, Peppa. Het is maar een alsof-maan. Goed, alle passagiers, hou je stevig vast aan je stoelen. We gaan vertrekken. 3, 2, 1, lancering. Goed dan. Weet iemand wat die dingen zijn die aan het plafond hangen? Zijn het planeten? Precies. En weet je de namen van de planeten? Niet echt. Oh, ik weet er één. De aarde. Heel goed, papa Big. Dit is de aarde. We hebben ook Venus, Mars, Neptunus. Wat is dat? Ah, dit is een satelliet. Satellieten vliegen rond de wereld, zodat we tv's en internet kunnen hebben. Echt? Maar hoe doen ze dat dan? Het is, magie. En we zijn bij het eindpunt. Verlaat alsjeblieft de raket en ga verder naar de volgende ruimte. Daar zien jullie de maan. Welkom op de maan. De zwaartekracht op de maan is veel zwakker. Dus springen we veel hoger. Oeh! De maan heeft minder zwaartekracht dan de aarde. Wat betekent dat je je lichter voelt en hoger kunt springen. Wee! Probeer maar eens. Maak je vast en spring omhoog. Het is een prachtige dag voor een mooi uitzicht vanuit de luchtballon. Ja, graag!
gekomen om een liedje voor ons te zingen. Ik heb geen idee. Is dat zo, klein vogeltje? Tjoep, tjoep. Dag, dag, vogeltje. Kom ons snel weer bezoeken. Peppa's huis. Terug naar huis. Dit is mijn papa. Zullen we even hallo tegen hem zeggen? Wat ben je aan het doen, George? Dinosaur. Meneer Pomfrito! Vind je meneer Pomfrito leuk? Peppa wel. Laten we hiermee spelen. Oeh, ik hou van de zee. We moeten een keertje naar het strand gaan. Opa en oma zouden me meenemen. Hé, waarom vragen we het ze niet? Deze tekeningen zijn geweldig. We tekenen veel in de speelgroep. Zullen we anders daarheen gaan? Zou je hem weer aan kunnen doen, zodat ik kan lezen? Dank je. Wil je me helpen? Uitstekend. Dit is echt een klusje voor jou. Kun je hier bij me komen zitten en me helpen met mengen? Goed gedaan. Wat kun jij goed mengen, zeg. We maken een heerlijke salade met deze groenten. Hallo, Peppa. Ik zie dat je een nieuw kameraadje hebt. Jij mag vaker langskomen. Peppa, jij en je kameraadje zijn erg druk geweest, hè? We hebben gehoord dat jullie dieren hebben geholpen in heel de stad. Ja, mijn kameraadje is erg behulpzaam. Aha, nou, dat ben jij ook, Peppa. En omdat jullie zo braaf zijn geweest, mogen jullie met ons mee naar Pomfrito-stad. Pomfrito-stad? Te gek! Pomfrito-stad, we komen eraan. Papa Big, werd jij de laatste keer niet duizelig in de Pomfrito-raket? Ja, maar dat gebeurt deze keer echt niet, hoor. Papa Big, je leert het nooit. Pomfrito-stad is een magische plek, vol fantastische dingen. Waar meneer Pomfrito zelf je alles over groenten leert. Kom naar de auto als jullie zover zijn, dan vertrekken we meteen.
Pomfrito-stad. Pomfrito-stad. Ga op onderzoek uit, maak plezier en kom alles te weten over groenten. Hoera! Ah, eindelijk zijn we er. Het is groter dan ik me herinner. Hallo en welkom in Pomfrito-stad. Zijn jullie hier om plezier te maken? Ja, ja! Zijn jullie hier om te ontdekken? Ja, ja! Zijn jullie hier om te leren hoe belangrijk het is om minstens 5 keer per dag groente en fruit te eten? Ja. Fantastisch! Dan gaan jullie heel veel plezier hebben. Vergeet niet het hele park te bezoeken. Er valt genoeg te doen en een heleboel te zien. Goed dan, ga maar kinderen. Veel plezier. Ik denk dat ik deze oversla. Oké. Ah, daar gaan we! Nog een keer, nog een keer. De tweede ronde sla ik zeker over. Je bent een tomaat nu. Wauw, een pompoen. Oeh, je bent een wortel. Zeg Peppa, je kameraadje is nu al een tijdje bij ons. Ja, een hele tijd inderdaad. En jullie zijn samen op zoveel plekken geweest. Jullie zijn bij ons thuis geweest. En jullie zijn bij ons thuis geweest. Ze hebben veel plezier gehad, hè? Heel veel. We zijn zelfs samen naar het strand geweest. We hebben veel dingen gevonden tussendoor. Rotsen! Rotsen! En naar het bos. Je hebt die arme Sibbe gevonden in de speeltuin. Hoera! En we zijn helemaal naar de top van de sneeuwberg geweest. Ik heb je daarheen gebracht en naar het museum. Hebben jullie genoten van onze reis naar de maan? Ik? Wat? Ik zie jullie al een tijdje in de stad rondlopen. Het is altijd leuk om nieuwe gezichten te zien. En we hadden vanaf het windkasteel een mooi uitzicht over de hele stad. Wat een prachtig uitzicht was dat. En ik ben blij dat ik jullie ontmoet heb, nu jullie hier in Pomfrito-stad zijn. Nou, ik heb heel veel plezier gehad. Dankzij jou. Je bent voor altijd mijn kameraadje. Kameraadje voor altijd! Kameraadje voor altijd! Ah, daar zijn jullie. Hehehe.